Ik heb een poosje geleden gesproken uit het Koningen en Kronieken over het leven van David en Salomo. En daaruit voort, als je dan de geschiedenis doorgaat, dan kom je uiteindelijk bij Hizkia terecht. En de geschiedenis die eigenlijk vooraf gaat voor het leven van Hizkia, dat is dat je na Salomo, dat je dan dat Rehabeam en Rehobeam komen en dat het Israël, het 10-stammenrijk, of het 12-stammenrijk op dat moment, wordt in stukken gescheurd. Dan heb je 2-stammenrijk en het 10-stammenrijk. En een hele generaties door heb je voortdurend 2-stammenrijk, een nieuwe koning, 10-stammenrijk, nieuwe koning. En over het algemeen zijn het voortdurend koningen die aan de macht komen, die de Heere God niet vrezen. Die afgodsbeelden opzetten en ja, erge dingen doen. En ja, echt verschrikkelijke dingen doen. En in sommige gevallen zelfs nog erger als de volken rondom Israël. En dan kom je uit in de geschiedenis van de koning Hizkia. En dat gaan we lezen in 2 Koningen 18. En deze geschiedenis die lezen we ook in Kronieken. En daar staat hij iets wat beknopter. Maar daar kan je ook weer bepaalde aanvullingen lezen. Dus ik haal bepaalde extra dingen aan die je niet exact in Koningen ziet staan. Maar dat staat dan in Kronieken. En ook heb Hizkia te maken met de profeet Jesaja, die regelmatig tot hem spreekt. Dus ook de profeet, het boek Jesaja, zie je ook eigenlijk letterlijk. En ook met hier en daar wat aanvullingen erbij, zie je geschiedenissen beschreven over Hizkia. Dus dan weet je waar een beetje de achtergrond en de informatie vandaan komt. Boven de preek heb ik gezet: het vertrouwen van Hizkia. Het vertrouwen op God van Hizkia. En dat is een enorm uniek vertrouwen wat Hizkia had op God. En ik geloof dat dat een heel mooie les is voor ons. Ook zeker in deze tijd, in de coronatijd, in de tijd van de gemeente. Misschien ook in je persoonlijke tijd met je ontwikkelingen voor het leven. En eigenlijk altijd staat het vertrouwen op God zo centraal. En de belofte die daar eigenlijk aan vasthangt. Ja, voordat ik ga lezen, 2 Koningen 18. Dan wat op dat moment eigenlijk gebeurd is. En dat omdat je de steeds verspringende. Eerst lees je een stukje over koning 2-stammenrijk. En dan lees je een stukje over de koning 10-stammenrijk. Dus dat overlapt steeds elkaar een beetje. Dus wat ik nu vertel, dat zullen we dadelijk ook een klein beetje gaan lezen. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat de koning van Assyrië. Die stuurt zijn commandant, zijn opperbevelhebber, naar het gebied rondom Israël om dat in te nemen. En wat er dan gebeurt is dat Samaria, de hoofdstad van het. Kijken hoor. Ja, de hoofdstad van het 10-stammenrijk. Dat Samaria wordt ingenomen door die opperbevelhebber van de Assyrische leger. En wat ze in die tijd deden als ze dat wouden innemen, dan gingen ze dat gewoon belegeren. En dan gingen ze niet met allerlei kanonskogels en zo die poorten neerhalen. Maar ze hebben 3 jaar lang om die stad heen gelegerd gelegen. Dus dan kwam er geen eten en drinken die stad in. En dan wat daar dan in die stad gebeurde, dat was uiteindelijk echt verschrikkelijk. En die geruchten die daar gebeurden en ook bij de steden rondom, die waren, ja, de bevolking van Hizkia, dat was hun ook bekend. Wat eigenlijk de vooruitzichten waren als hun ook belegerd zouden worden. En dat is goed om in gedachten te houden. Ook zijn er heel veel volken en andere steden rondom Jeruzalem zijn al ingenomen. En wat er dan nog staat is alleen de hoofdstad Jeruzalem, waar koning Hizkia koning is, en de rest eromheen is allemaal weggevaagd door het Assyrische Rijk. En als je dat dan, het Assyrische Rijk, dat is enorm groot. En als je dan hebt over Jeruzalem, dat op zichzelf misschien in die tijd best wel groot was, maar in verhouding, perspectief was het echt maar een speldenknopje. En houd dat beeld een beetje vast. Zullen we gaan lezen Hizkia in 2 Koningen 18. Het gebeurde in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ella, dat de koning van Israël, dat Hizkia de koning werd. De zoon van Agas, de koning van Juda. En hij was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. En hier wordt gerefereerd naar David. En als je terug gaat in de geschiedenis, zijn er wel koningen die de Heer navolgen. Maar Hosea,
Die maken een enorme omwenteling mee in heel de geschiedenis. En dat kan je eigenlijk lezen in kronieken. Maar hij komt er op een gegeven moment achter de godsdienst en in de tempel worden stukken gevonden. En eigenlijk in de kronieken, dat is net zo'n groot gedeelte als hier. Maar er wordt alleen maar ingezoomd op het feit wat Hizkia deed om zich te verdiepen in de godsdienst. En in het land te hervormen wat nodig was. En dat is eigenlijk wat kenmerkend is voor Hizkia, dat hij op zo'n jonge leeftijd, 25 jaar, zo'n enorme verandering doorvoerde in heel het rijk. Terwijl dat generaties lang averechts was geweest. En dat ook in een wijde omtrek, dat niemand dat deed. Maar dat hij zo vast dat beeld vasthield en zo doortastend was. Hij deed dat juist was in de ogen van de Heere. Hij nam de offerhoogte weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden. Men noemde hem Nehustan. Dus de koperen slang in de woestijn die Mozes gemaakt had toen al die Israëlieten gebeten werden door die slangen. Dan moesten ze kijken naar die koperen slang en dan werden ze genezen. Ze zouden niet sterven. Nou, hier lees je dan opeens dat ze die slang die toen gemaakt bewaard hebben en Israël is in die tijd zo afgeweken dat ze tegen alles en niets offers gingen brengen, reukoffers. Dus ook tegen die slang. Nou, rigoureus, ook die slang moet eraan. Vers 5, hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda. En ook niet onder hen die voor hem geweest waren. En dit is enorm uniek wat we hier lezen op van Hizkia. Die er voor hem geweest waren. Dat waren notabene ook David en Salomo. Maar hij vertrouwde op de Heere dat er zijns gelijke niet geweest was onder alle koningen van Juda. En dat lees je wel over Salomo, dat hij dat er zijns gelijke niet zou zijn over zijn wijsheid die hij ontvangen had over de Heere. En dat lees je over David, over zijn gehoorzaamheid aan de Heere, dat er zijns gelijke niet is geweest voor en na hem. En Hizkia staat er dus echt onbekend op zijn vertrouwen op de Heere God. En dat er voor hem en na hem zijns gelijke niet zal zijn. Het vertrouwen van Hizkia, dat tekent zijn leven. Vers 6, want hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet van af hem na te volgen. En dat is eigenlijk de sleutel van vertrouwen. Hij nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. De Heere was met hem, overal waar hij uittrok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. We lezen dat hij overal verstandig handelde, maar je kan je afvragen of dit wel zo verstandig was. Hij diende hem niet meer. Dus tot die tijd toe had hij een soort heredienst. Hij bracht graan of middelen of zo, gaf hij aan de koning van Assyrië en als ruil kreeg hij daardoor vrijheid. Nou, dat deed hij niet meer, Hizkia deed het niet meer. En daardoor werd de koning van Assyrië uiteraard werd de koning van Assyrië daar verbolgen over. En ik zal niet heel dat stuk allemaal letterlijk gaan lezen. Ik zal er een beetje stapsgewijs doorheen gaan. Ik zal nog lezen tot vers 12. En het gebeurde in het vierde jaar van koning Hizkia. Dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël. Dat Salmaneser, de koning van Assyrië, optrok tegen Samaria en het belegerde. Zij namen het na verloop van 3 jaar in het zesde jaar van Hizkia. Het was het negende jaar van Hosea, de koning van Israël, toen Samaria ingenomen werd. De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en bracht hen onder in Hala en in Habor, bij de rivieren Gozan en in de steden van Medië. Omdat zij de stem van de Heer hun God niet gehoorzaam waren geweest, maar zijn verbond hadden overtreden. Ze hadden niet geluisterd naar alles wat Mozes, de dienaar van de Heer, geboden had en hadden dat niet gedaan. Dus dan zie je het waarschuwende voorbeeld. Ook hun medebroeders. Ze waren dan wel twee stammen, maar ze waren wel onderdeel van hetzelfde geheel. Allemaal Joden of Israëlieten. En ze zagen wat er gebeurd was met hun andere, ja, hun kennissen, zeg maar, en hun broeders. En dat moet een enorm voorbeeld zijn geweest van wat een narigheid dat teweeg brengt als je omsingeld wordt. Nou, dan gaan we even wat meer in vogelvluchten doorheen.
In vers 14 lezen we dat, dat Sanherib dus naar Israël komt om. Ik zal nog vers 13 lezen. In het 14e jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze in. Dus alle andere steden waren ingenomen. Toen stuurde Hizkia, de koning van Juda, deze boodschap naar de koning van Assyrië, naar Lachish. Ik heb gezondigd, keer mij af. Wat u mij zult opleggen, zal ik dragen. Dus Hizkia ziet gebeuren wat er om hem heen gebeurt, dat alle steden vernietigd worden. En hij wordt eigenlijk een klein beetje bangig ervan, of dat hij denkt van help, wat gaat er nou gebeuren? Dus hij stuurt boden van hoe kan ik dat oordeel wat je nou aan het voltrekken bent, hoe kan ik dat nog afwentelen? En er wordt hem een bedrag opgelegd van 300 talent zilver en 30 talent goud. En 30 talent goud. 1 talent is 30 kilo, dus 30 talent goud is 900 kilo goud. 900 kilo goud, dat kunnen wij veel achten. En dat was in de tijd van Hizkia was dat ook veel. Want hij, om dat te kunnen doen, wat gaat hij doen? Hij gaat het goud gaat hij van de poorten van de tempel gaat hij afschrapen. Al het goud wat daarop aangebracht was, gaat hij er afschrapen om die 30 talenten te kunnen betalen. Dus hij doet er enorm veel moeite voor. En ook juist dat huis wat van de Heere, wat hij zo veel waarde, zoveel energie in had gestoken om dat op te bouwen, dat breekt hij met zijn eigen handen af om maar die straf af te wentelen. Hij heeft er echt wat voor over. En dus daaruit blijkt ook in de geschiedenis van Hizkia dat dat koninkrijk op dat moment eigenlijk redelijk failliet was. Als je die 30 talenten, als je dat niet hebt leggen in je schatkamers, ja, dan moet je ze van de poort afhalen. Maar als je ze in de schatkamer hebt leggen, dan pak je die wel. Dus nadat hij dat gedaan heeft, is het weinig aan vermogen hebben ze nog als koninkrijk. Nou, even om terug te gaan naar de tijd van Salomo. Om even voor te stellen wat daar aan vermogen binnenkwam. Salomo kreeg jaarlijks 666 talent goud binnen. Jaarlijks. Dat is bijna 20.000 kilo goud. En je leest wat Salomo ervan doet. Hij maakt er allemaal kopen of gouden schilden van. En alles is van goud en van ivoor. En nu wordt ongeveer 1/20ste deel gevraagd van dat wat Salomo jaarlijks binnenkrijgt. Maar dat konden ze al geen eens meer bij elkaar sprokkelen. Alleen maar door dan van die poort af te halen. En zelfs al het zilver wat in het huis van de Heer is, verzamelen ze. Dus alles, al zijn energie, alles wat hij weer mooi heeft gemaakt in het huis van de Heer, waar zoveel tijd mee, moet hij allemaal inleveren. Nou, dat beeld van Salomo geef ik aan wat het ook dus voor gevolgen heeft voor praktische zegeningen. Dat als je de Heer volgt, David en Salomo, dat het welvaart was. En niet dat het daarom draait, maar wel dat de zegen van de Heer op je leven rust. En dat het koningschap welvarend was. Dat zijn volgelingen en zijn dienaren hem gaven. Waardoor het zo'n welvarend koninkrijk was. En dan de generaties verder. Voor mij zo'n stuk of 30, 40 koningen verder. Dan is er helemaal niks meer over. Dus ze hebben al die tijd zijn ze druk bezig geweest. Om afgoden te offeren, kinderen te offeren. Maar er is helemaal niks aan over. Aan al dat vermogen wat er opgebouwd was. Dus hier zie je al. Ja, wat voor wassen neus dat eigenlijk is. Als je denkt dat je investeert in dingen die geen waarde hebben. Dan denk je, ja, ik ga er keihard voor werken. Maar uiteindelijk als de zegen van de Heer daar niet op rust. Dan gaat het alleen maar terug uit. Er was niets meer over. Nou, in vers 16 lezen we dan dat Hizkia de goud van zijn deur afhaalt. En dan geeft hij dat uiteindelijk dus aan koning Assyrië. In vers 17 lezen we dan, maar de koning van Assyrië stuurde de opperbevelhebber, de bevelhebber van de hofhouding en de commandant van Lachish naar Jeruzalem, naar koning Hizkia met een sterke legermacht. Zij trokken op en kwamen naar Jeruzalem. Nadat ze opgetrokken en daar aangekomen waren, stelden zij zich op bij de waterloop van de bovenvijver op de hoofdweg naar het Blekersveld. Toen zij om de koning riepen, ging Eliakim, de zoon van Hilkia, de hoofd van de hoofdhouding, de stad uit naar hen toe, dan met Sebna de schrijver en Joa, de zoon van Asef, de kanselier. Dus je ziet wat er gebeurt. Hizkia doet zijn uiterste best. Alles wat hij geïnvesteerd heeft, geeft hij. Van, doe maar niet.
En het heeft helemaal geen zin. Toch komt die commandant, die afgezonden is door die koning van Assyrië, die komt gewoon. Hij gaat die stad belegeren. En die commandant, en dan gaat eigenlijk Hiskia gaat het. Ze gaan in gesprek, zeg maar, de afgezonden van Hiskia. En daarop zei de commandant tegen hen: zeg toch tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië, wat is dit voor een vertrouwen die u koestert? U zegt, maar het is lippentaal, er is beraad en gevechtskracht voor de oorlog. Op wie stelt u nu uw vertrouwen, dat u tegen mij in opstand komt? En hier zie je de bron waarom hij toch naar Jeruzalem gaat belegeren. Eigenlijk is die koning van Assyrië, die is gewoon een beetje verbolgen dat hij denkt, wie is die Hiskia? Dat hij zo bij de hand is om te zeggen, joh, ik ga je niet meer dienen. Alle volk in de wijde omgeving, die dienen mij. En die Hiskia, die zegt van, dat doe ik niet meer. Op wie stel je nou je vertrouwen? Nu, zie, u vertrouwt voor uzelf op die geknakte rietstaf op Egypte. Hij suggereert die koning. Hij zegt, je zal vast vertrouwen op Egypte. Dat behoorde nog niet aan het Assyrische Rijk. Je zal er wel een deal mee hebben. Maar als iemand daarop leunt, dringt het hij in zijn hand en doorboort die. En dat zie je ook in de geschiedenis. Dat mensen vertrouwden op Egypte. En dan, nou, dan was de belager weg. En dan kwam Egypte alsnog hun overrompelen. Zo is de farao, de koning van Egypte, voor alle die op hem vertrouwen. Vers 22. En als u tegen mij zegt, wij vertrouwen op de Heere onze God. Is hij het niet van wie Hiskia de offerhoogte en altaren verwijderd heeft? Dus hij is niet helemaal goed op de hoogte, maar hij weet wel dat er een hervorming plaatsgevonden is in het land. Hij denkt, joh, die Hiskia heeft toch al die tempels weggehaald in heel dat land. Nou gaat hij vertrouwen op die God van al die tempels. Nou, helemaal goed op de hoogte was hij niet, maar je ziet wel dat die hervorming aan Hiskia zelfs dat koninkrijk in Assyrië bereikt heeft, dat paleis. Dat die koning daarvan afwist. Dus het was rigoureus wat Hiskia heeft gedaan. En je ziet zo eigenlijk die conversatie plaatsvinden. 22b. En heeft Hiskia niet tegen Juda en tegen Jeruzalem gezegd, voor dit altaar in Jeruzalem moet u zich neerbuigen? Wel nu, ik ga toch een weddenschap aan met mijn heer. De koning van Assyrië, ik geef u 2000 paarden en als u van uw kant daarvoor de ruiters kunt leveren. Dus grootmacht Assyrië, die gaat hem eigenlijk een beetje pochen en uitdagen. Joh, je krijgt van mij 2000 paarden als jij daarvoor 2000 ruiters kan leveren. Nou, Hiskia kan dat niet. Hiskia kan geen eens 2000 ruiters leveren. Dus eigenlijk, als je ziet wat voor ogen is, dan stelde het koninkrijk van Hiskia helemaal niks voor. Als je in andere geschiedenissen leest over hoeveel duizenden gevechtsmacht je hebt, dan kon hij hier geen eens 2000 ruiters leveren. Maar je ziet ook, en die koning of die commandant van Assyrië, dat is eigenlijk een beeld van hoe de boze ons kan plagen en kan aanklagen. Ons het leven zuur kan maken. En ons precies kan aanhaken op de discussie die wij in ons hoofd voeren. Van, ik ben toch onbekwaam, ik kan toch niet vechten tegen zo'n grootmacht. Ik heb geen eens 2000... Nee, ik ga een weddenschap met jou aan. Je kan het toch niet. Beetje overblazen en zo. Maar neem dat als les mee, ook in je eigen leven. Soms kan die verzoeking en die leugens, die discussie zo haarfijn aansluiten op de beleving die je in je, wat je zelf ziet, wat je zelf ervaart. Nou, ga mee in de geschiedenis, dan zien we hoe Hiskia ermee omgaat. Maar je ziet hoe tactvol ook de boze te werk gaat om aan te haken op ons verstand. Vers 24. En hoe zou u ooit een aanval kunnen keren van een enkele landvoogd van de geringste dienaren van mijn heer? Een landvoogd. Nou, dan heb je het al geen eens over een koninkrijk, maar een gedeelte van een land. En dan de geringste dienaren van mijn heer. Zelfs daar zouden ze niet tegen bestand zijn. Nou, die commandant die staat bij de poort en dan... En dat lezen we ook in andere gedeeltes. Die commandant die staat aan de poort te communiceren met de gezanten van Hiskia. En al het volk staat op die muur. Al het volk dat staat dat gesprek toe te luisteren. En die commandant die spreekt geen Aramees in zijn eigen taal, maar die spreekt Judees. En de afgezanden van Hiskia die zegt, spreek toch in je eigen taal. Wij verstaan jouw taal. Laten we in jouw taal communiceren. Nee, hij wil spreken in het Judees. Hij wil al die dienaren van Hiskia ook angst inboezemen. Hij wil ze...
eigenlijk, wat je hierin ziet ontstaan, is dat hij scheiding wil veroorzaken. Hij wil al die individuele bevolkingslieden wil hij ook angst inboezemen, ook laten nadenken, ook die discussie laten starten in hun hoofd. En het vertrouwen in Hiskia, het vertrouwen op God laten aanvallen. Hij wil het koninkrijk uit elkaar drijven. Hij wil er eigenlijk naartoe werken, als die Hiskia lekker zijn ding doet, dat moet hij weten, maar geven jullie je dan over. En zo zie je hoe hij op de spits probeert te drijven om de bevolking en de leider van het volk uit elkaar te drijven. En hier zie je ook een belangrijke tactiek van het Rijk de Duisternis, hoe ze te werk gaan in deze tijd. Vers 27, maar de commandant zei tegen hen: heeft mijn heer mij alleen maar naar uw heer gestuurd om deze woorden te spreken? Is het ook niet naar de mannen die daar op de muur zitten, om hun te zeggen dat zij, dat zij hun eigen uitwerpselen zullen eten en hun eigen urine drinken? Hier zie je hoe hij ze precies weet te vertellen wat er zal gebeuren, wat hun toekomst zal zijn als ze zich niet overgeven, als ze domweg Hiskia zouden blijven gehoorzamen. Ze wisten wat er gebeurd was in Samaria. En de commandant stelde zich op, riep met luide stem in het Judees. Dus hij maakt zich groot, zeg maar, in het Judees. En hij sprak en zei: luister naar de woorden van de grote koning, de koning van Assyrië. Dit zegt de koning: laat Hiskia u niet bedriegen. Hij drijft ze uit elkaar. Laat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet uit zijn hand kunnen redden. Laat Hiskia u niet doen vertrouwen op de Heere, door te zeggen: de Heere zal ons zeker redden. En deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koning van Assyrië. Luister niet naar Hiskia, want dit zegt de koning van Assyrië: geef u aan mij over, kom de stad uit naar mij toe, dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom en ieder water drinken van zijn eigen put. Eerste gedeelte hier zie je dat het zo uit elkaar gedreven wordt. Vertrouw me niet op die Hiskia. Wat hij allemaal aan het doen is met zijn geloof, laat hem. Komen jullie maar naar buiten en dan houdt hij nog een dikke worst voor. Joh, ik ben zo slecht nog niet. Je mag lekker eten, je krijgt je eigen water, je krijgt je eigen ding. Maar we zien wat er gebeurd is. Hiskia die maakt een deal met hem aan het begin. Hiskia komt in opstand en ze spreken een bedrag af en dan zou hij wegtrekken. Hiskia die doet alles wat hij kan en hij geeft dat bedrag, geeft hij. En toch komt hij, dus zo onbetrouwbaar is die koning. Dat hij toch zijn gelijk wil halen of toch door wil drukken. Dus totaal onbetrouwbaar. Deze vijand. Ook onze vijand. Totaal onbetrouwbaar. Wij kunnen ons ook een mooie worst voorhouden. Joh, doe dat nou een keertje. Dan gaat dat een stuk beter. Je hebt daar geen last meer van. Zelf gaat het ook goed. En dit en met dat. Hoor je de boze actief in je gedachten? Je uitdagen om toch die ene stap te wagen. Om niet gehoorzaam te zijn. Om je over die streep heen te trekken. De zonde bitter, of zoet op de tong, maar bitter in de maag, wordt ook wel gezegd. Dat lijkt mooi. Je doet het. Die zonde, het kan ook gewoon dat zeggen zijn. Of dat, het hoeft niet een actuele zonde van onreinheid te zijn, maar het kan ook gewoon dat je in je binnenste weet dat het niet juist is, zeg maar. Het hoeft geen heel groot ding te zijn, maar ook al dat je niet luistert, niet gehoorzaamt naar de Heer. Of niet je positie inneemt voor de Heer. Dat je toch zegt van, nou, ik doe het niet. Dat is toch beter. Want het zit zo en het zit zo. En dat is, je kan heel die discussie voor je gaan. En de boze weet het ons precies, op elke situatie kan het precies aanvullen hoe de discussie in ons hoofd rondgaat. En ons precies motiveren en een hoek indrijven om te zeggen, nou, laat maar gaan, ik doe het niet. Hier zie je zo bijzonder die tactiek van de Satan ingezoomd. Nou, hij hangt dus die worst voor en daarna gaat hij nog het even op indrukken. Van joh, wat als je het niet doet? Vers 33. Hebben die goden van de volken ieder zijn eigen land ooit gered uit de hand van de koning van Assyrië? Dus hebben die goden van alle volken hier rondomheen, hebben die ooit hun volk gered voor de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamatat en Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim en van Henna en van Iva? Hebben zij Samaria soms uit zijn hand gered? Dus feiten, hè? Feiten, gewoon echte feiten. Zo kan het ook in ons gedachten zijn. Het is toch zo? Het is toch zo? Het is toch zo dat die broeder dat zijn plek is? Het is toch zo dat ik niet dat voor ben aangesteld? Het is toch zo
dat dat omgevallen is. Het is toch zo? Hoor je de discussie gaan in je hoofd? Wie onder al de goden van de landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou de Heere dan wel Jeruzalem uit mijn hand redden? En vers 36. En daar zien we een onderdeel van het antwoord of de reactie die wij ook mogen vastklemmen. Maar het volk zweeg en antwoordde hem met geen woord. En laat dat ook een les voor ons zijn. Want het gebod van de koning was dit: u mag hem niet antwoorden. Dus 1. Het volk wat onder de heerschappij stond van Hiskia was onderdanig aan Hiskia. Ook al hadden ze in hun eigen hoofd misschien niet bol kunnen werken, was alsnog de gehoorzaamheid aan Hiskia was dan hetgeen wat hun op de been hield om te zwijgen. En misschien hadden ze zelf al zo'n groot persoonlijk geloof in de Heere God dat ze al daar geen eens over twijfelden. Maar hier zie je het zo uitgekristalliseerd. En zo kan het ook in onze gemeente zijn. Dat je zegt dat je als individu, als gemeentelid wordt aangevallen. Dat je zegt van ja, het is toch zo, ik ga toch woep, of ik ga toch dit, of ik geef me over. Maar Hiskia had gezegd tegen het volk: u mag hem met geen woord antwoorden. En het volk was daaraan gehoorzaam. En het volk zweeg. En zo is het ook in de discussie. Die boosheid wil ons er in die discussie trekken. Die wil ons naar beneden trekken. Die wil ons erin trekken. En als we dan reageren, dan hebt hij ons. Dan gaat hij ermee verder. Zo gaat dat door in onze gedachten. Dan hebben we die keer niet de actieve daad gedaan. Bijvoorbeeld, ik zal maar wat zeggen. Als je rookt en je bent gestopt met roken, maar je hebt dagelijks nog te strijden om niet die peuk op te steken, ben je niet verlost van roken. Je hebt nog die worsteling in je hoofd. Je bent verlost van roken als je er ook vrij bent van in je gedachten. En zo is het ook met die discussie in ons hoofd. Als wij dan de ene keer, dan gaat die discussie in ons hoofd gaat actief. En dat we denken van nou, ik heb nou niet gerookt, maar ik heb wel die strijd met onze gedachten. De volgende keer gaat de boze daar weer op verder. Het is, je houdt dat niet vol. Als je die discussie niet overgeeft aan de Heer, dan hou je dat niet vol. Uiteindelijk zal je het over moeten geven. Dus daarom is het enige redmiddel misschien erg beknopt. Misschien erg onbegripvol voor je omstanders. Misschien zonder enige vorm van uitleg uit je eigen ratio. Maar antwoord niet. Ga er niet op in. Ga daar niet mee aan de slag. Antwoord niet. En geloof maar dat het tegenstrijdig was geweest voor heel dat volk. Geloof maar dat ze hun toekomst zeker wisten. Dat ze dachten van ja, dan moet ik dadelijk. Wat er ook gebeurde, dat ze kinderen gingen eten. Die toekomst die hun te wachten stond was verschrikkelijk. Maar ze bleven getrouw. Ze bleven degene die overheen gesteld was gehoorzaam, bleven ze gehoorzaam, maar ook bleven ze de Heere gehoorzaam. En dit is een enorm treffend voor onze situatie. Zodra koning Hiskia dat hoorde, gebeurde het dat hij zijn kleren scheurde en zich in een rouwgewaad hulde en het huis van de Heere binnenging. Hiskia die krijgt heel die boodschap mee van die mannen van de poort, van het gesprek wat daar gebeurd is. En hij gaat naar het huis van de Heere. Volgende punt van verlossing. Dus hij antwoordde niet, dat is 1. Dus tegen de vijand zeggen we niks, klaar. En we gaan naar de Heere toe. We gaan naar de Heere toe. Heel belangrijk. En hij stuurde Eliakim, de hoofd van de hoofdhouding, naar Seb, naar de schrijver en de oudste van de priesters, gehuld in een rouwgewaad naar Jesaja de profeet, de zoon van Amos. En ze vertelden dan het verhaal tegen Jesaja. Ze gaan dus de Heer raadplegen, ook Hiskia zelf bij de Heer, de tempel, maar ook via Jesaja. En wat me ook aansprak is dat in vers 4 staat, tussendoor, om de levende God te honen. Even kijken hoor. Vanaf vers 4. Misschien zal de Heere uw God al de woorden horen van de commandant die zijn Heer de koning van Assyrië gestuurd heeft om de levende God te honen. En zal hij hem straffen om de woorden van de Heere uw God gehoord, omdat hij de woorden van uw God gehoord heeft.
Wat hierin aansprak, is eigenlijk die verhouding, en die zien we zo ook, dat het niet gaat over onze positie, maar dat het gaat om de Heere God zelf. Wij leven toch niet meer? En Hiskia brengt dat ook op die manier, brengt hij dat. Hij zegt, hij hebt het niet tegen, of Jesaja, zo komt het in dat gesprek. Het gaat toch niet over Hiskia, maar het gaat over de levende God van Hiskia, waarin hij zijn vertrouwen stelt. Tegen die levende God heeft die Assyrië het. En vanaf vers 6, en Jesaja zei tegen hem, dit moet u tegen uw Heer zeggen. Zo zegt de Heere, wees niet bevreesd voor de woorden die u gehoord hebt. De woorden waarmee u de knechten van de koning van Assyrië mij gelasterd hebben. Dus broeders, zusters, wees niet bevreesd voor de woorden die we horen. De gedachten is ook in onze gedachten van waarom gaat dat daar en waarom gaat dat daar. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Zie, ik geef een geest in hem, dat hij een gerucht zal horen en zal terugtrekken naar zijn land. Dan zal ik hem in zijn land door het zwaard neervellen. Een woord van de Heere, wat Hiskia hier krijgt. Definitief. Een toekomst van die Assyrische koning, die wordt hier verteld door de Heere aan Hiskia. En dan lezen we in de geschiedenis, die commandant van Assyrië, die moet terug naar zijn vestiging waar hij thuis hoort. Want zijn koning is in strijd verwikkeld met een andere grootmacht en hij moet daar eigenlijk bij assisteren. En dan, terwijl hij dus terug moet trekken, dan voelt hij zich toch eigenlijk niet lekker, die koning. Hij denkt van ja, nou, die kleine Hiskia met zijn kleine legertje, wat denkt hij nou? Ik trek terug. Hij wil toch nog even zijn punt maken. En dan stuurt hij een brief naar Hiskia. Op het moment dat hij wegtrekt, hij denkt van ja, dat kan ik natuurlijk niet maken om weg te trekken. Hij moest gewoon weg. Dus hij stuurt hij een brief om nog even het punt duidelijk te maken hoe groot hij wel niet was. En hoe belachelijk Hiskia en zijn God. Vers 10, dit moet u tegen Hiskia, de koning van Juda, zeggen. Laat uw God, op wie u vertrouwt, u niet bedriegen. Door te zeggen, Jeruzalem zal niet in de handen van de koning van Assyrië gegeven worden. Zie, u hebt zelf gehoord wat de koning van Assyrië met de landen hebben gedaan, door ze met de band te slaan. En zou u dan gered worden? Hebben de goden van de volken die mijn vaderen te gronde gericht hebben, hen gered? Gozan, Haran, Rezef en de zonen van Eden, die in Telazar waren. Waar is de koning van Hamatat, de koning van Arpad, de koning van de stad van Sepharvaim, van Henna en van Iva? Dus dan wordt het nog even duidelijk gemaakt tegen Hiskia. In die brief. En als Hiskia, dan lezen we in vers 14, als Hiskia dan weer die brief ontvangt, dan gaat hij naar het huis van de Heere toe. Vervolgens spreidt Hiskia de brieven uit voor het aangezicht van de Heere. En dit is een mooi beeld. Eigenlijk twee beelden. Als je kijkt naar dat die tegenstander die moet wegtrekken. Door omstandigheden waarvan de wereld zegt, ja, dat is toeval. En waar wij zeggen, dat leidt de Heer. Die tegenstander moet wegtrekken. En toch komt hij dan nog één keer bam. Komt hij vol in de tegengas geven. En zo kunnen wij dat ook ervaren. Zo kunnen wij in ons persoonlijk leven, als wij worstelen met dingen, dat we denken, hey, hij trekt weg. En bam, is die verleiding. Of is die zonde daar weer in volle bak. Terwijl we al bemoedigd zijn door de Heer. Terwijl we al een woord hebben gehad van verlossing. Maar dat we toch nog een poging van de tegenstander om helemaal overweldigd te worden van die in één keer de realiteit voor te houden. Toch nog met alle feiten te komen in plaats van het vertrouwen op de Heer. Wees ervan bewust dat het gebeurt. Het gebeurt hier ook. En wat doet Hiskia? Hij gaat er weer niet mee aan de slag. Hij laat zich er niet mee overrompelen. Maar hij spreidt die brieven uit voor de Heer. En dat is het volgende beeld. Overgave. Dat hij zegt, Heer, hier is het. Heer, kijk u maar mee in mijn situatie. U ziet die koning van Assyrië. Hij schrijft dit. En ik vertrouw op u. Hier ben ik. En dit is het beeld waar de Heer wat mee kan. En dit is een beeld wat wij ook mogen vasthouden als een les voor ons leven. Het overgeven aan de Heer. Wat Hiskia eigenlijk doet, hij stapt er tussenuit. Hij gaat tussen die situatie vandaan. Hij geeft het over aan de Heer. Hij zegt, Heer, hij, die koning van Assyrië, die hebben tegen u. Ik stap daar tussenuit. Hij geeft ze over.
Vers 15. En Hizkia bad voor het aangezicht van de Heere en zei: God van Israël, die tussen de serubs woont, u bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Hizkia stapt er tussenuit en die gaat de grootheid van de Heere aanroepen. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij proclameert de almacht van de Heere God, die ver boven alle aardse koninkrijken heen gaat. En waarin zelfs de koning van Assyrië verbleekt. Vers 16. Neig Heer uw oor. Luister, open Heer uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanherib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. En dan mooi, hè? Vers 17. Het is waar. Het is waar, Heer. Het zijn feiten. Het is zo. Het is zo dat de koninkrijken overwonnen zijn. Het is zo dat broeders en zusters de gemeente verlaten zijn. Het is waar, heren. Het is waar, heren. Het is waar, heren. En in die situatie, het waren immers ook geen goden. Het was het werk van mensenhanden, uit hout en steen. Daarom hebben zij die vernield. Nu dan, heren, onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, heren, alleen God bent. De Heer alleen God is. Dus een getuigenis voor God. En dan krijgt Jesaja nog een woord van de Heer. En die spreekt hij dan uit naar Hizkia. Die ga ik niet helemaal voorlezen. Maar dan in vers 27. Dit spreekt God uit over die Sanherib. Maar uw zitten, uw uitgaan, uw thuiskomen ken ik. En uw teruggaan tegen mij. Dus God die geeft hierin aan dat hij... soms een situatie waar wij helemaal in vastlopen. Waar wij denken van, hoe moet dit? En hoe groot is dat? En het is allemaal waar. Maar dat God hier even in het klein laat zien. Ik weet precies wat die beste man doet. Ik weet van zijn thuiskomen. Hij is nietig in mijn ogen. God laat hierin zien zijn almacht. Ook deze grootmacht. Ook deze vorst die een soort heel de aarde onder zijn handen had. Het is ook maar een mens. En zo is ook voor ons in onze ogen, onze tegenstander, is ook verslagen aan het kruis van Golgotha. Laat dat perspectief dat God de overwinnaar is ook in onze leven vasthouden. Dat Jezus Christus overwinnaar is. Dat die boze rondgaat als een brullende leeuw. Maar dat Jezus Christus overwonnen is. En dan spreekt de Heer verder in vers 28 tegen die grootmacht. Omdat u tegen mij tekeer bent gegaan en uw hoogmoed is opgeklommen tot in mijn oren, zal ik mijn haak in uw neus slaan en mijn bit tussen uw lippen. En ik zal u doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen. Dit is wat God uitspreekt en hoe hij afrekent met deze vijandigheid tegen hemzelf. En zo zal God ook zelf afrekenen tegen die eeuwige vijandigheid van de boze machten en krachten tegen hem. En laten wij... onze oren, in die zin misschien niet stom, maar dat we niet reageren. Dat we niet reageren, niet ingaan, niet meedoen met die vijandige koninkrijk. Met het vijandige koninkrijk door gehoor te geven, om in discussie te gaan. Laten wij onze mond houden en naar het aangezicht van de Heer gaan in de tempel. En komt u nog een keer, misschien met getekende brieven... Leg ze voor het aangezicht van de Heer. Geef de Heer volledig inzicht in jouw situatie. Stap er zelf tussenuit. Erken ook gewoon wat waar is. Zeg het maar tegen de Heer. En laat de Heer het oplossen. Geef het terug aan Hem. Hizkia's vertrouwen in God. Vers 34, een kleine les. Omwille van mijzelf en omwille van David, mijn dienaar, zegt de Heer. Daarom doet hij dit. Wat we gelezen hebben in de geschiedenis van David, dat God steeds zegt daarna, omwille van mijn dienaar David. In het leven van Salomo zegt hij dat vooral. En hier zien we dat ook weer terugkomen, zoveel generaties later. Dat David een koning was die God gehoorzaamde. En dat het een man was naar Gods hart. En dat hij zich toewijde om de Heer God te volgen, dwars door alles heen. En dat zo'n getuigenis voor de Heere God ook zo'n effect heeft. Dat de Heere God omwille van David ook nu Hizkia genadig is. En zo hebben we ook dat voorbeeld toen met Salomo en David. Ook voor ons. Als wij de Heere volgzaam zijn.
Als wij de Heere vasthouden, als wij onwankelbaar staan op zijn pad, misschien voor de mensenoog onverantwoord, onverklaarbaar, maar dat we vasthouden en doorgaan, mogen erop vertrouwen. Dat omwille van de dienaar van de Heere, dat hij voortgaat met zijn plan, ook voor ons nageslacht. Ook voor het nageslacht. Vers 35. En het gebeurde diezelfde nacht dat de engel van de Heere te strijden trok en het leger van de Assyriërs 185.000 man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. Daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug en hij bleef in Nineveh. Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn god, neerboog, dat Adrammelech en Sarezer, zijn zonen, hem met het zwaard doden. Dus de Heere gaat hier strijden. De Heere die richt dat leger te gronden en hij moet weggaan. Maar ook deze man, die zo groot opsprak, zo hoogmoedig was. Je ziet wat er achter zijn voordeur is gebeurd. Je ziet dat zijn zonen zo met innerlijke haat bewogen waren, ze hun vader willen vermoorden. En dat is ook wat er in ons leven, wat er met onze vijandschap die wij op ons pad krijgen, die soms zo mooi is, zo'n mooie worst wordt voorgehouden. Maar als je erin in verhardt, als je erin doorgaat, dat het zo'n bittere nasmaak hebt. Dat masker valt af hier, van het rijk der duisternis. Van de wereld worden ons fantastische dingen beloofd. Een mooi gezin, of een dit en met dat. Maar je ziet hier dat het allemaal niks is. Je ziet hier dat die koning, dat zijn thuisbasis, dat het geen vredelievend gezin was. En dat hij niet de vader is geweest die hij had moeten zijn. En dat hij niet de volgeling van de Heer is geweest, zodat hij zegen door is gegaan op zijn zonen. Je ziet dat het hier allemaal terug uitgaat. Dat het allemaal neervalt. Dat het allemaal groot blaaskakerij is van de boze. Maar dat het allemaal niks is. En zijn zonen vermoorden hem. Omwille van de tijd ga ik niet nog verder. Er is nog een klein geschiedenisje met een losse les. Maar dat lees je maar zelf na. De heer Hizkia die krijgt nog een teken van de Heer. Hij wordt ziek. En hij krijgt een teken van de Heer dat hij mag blijven leven. En hij had een hart gericht. Omdat het koninkrijk van de Heer. Of dat het koninkrijk van God. Godvrezend zou blijven. Generaties door hadden ze afgoden gediend. En wat Chris ook al aanhaalde. Vorige week, als hij verder gaat over Manasse, toen Hizkia te horen kreeg dat hij zou sterven, was Manasse nog niet geboren. En 3 jaar later wordt Manasse geboren, in die 15 jaar die hij als levensverlening krijgt. Dat is een mooie geschiedenis, en ook met het oog van waar zijn we op gericht. En waar we vechten voor de toekomst van het koninkrijk van de Heer. Maar in ieder geval het vertrouwen van koning Hizkia in de levende God. Het was maar een klein stadje Jeruzalem. Maar hij hield vast. Alles om hem heen zou hem als een mafkees hebben weggezet misschien. Van wat is hij nou van plan? Maar hij vertrouwde op de levende God. En wat een enorme zegen dat is geweest in zijn leven. En ook daarna. Maar dat het ook de vijand verslagen is. En onze vijand ook verslagen is door Jezus Christus. Ik wil nog twee teksten delen. Filippenzen 4 vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Weet je, in de wereld, als je wordt aangevallen, of lastige situaties, dat je wordt aangevallen met allemaal gedachten, wat speelt er in de gemeente en dit en met dat, en dan kan je zo zwaar vallen. Ik heb soms in een dip gezeten dat ik dacht, ja, ik kom hier niet uit. Ik kom hier niet uit. Ik kan het verstandelijk, kan ik het niet rondkrijgen wat er gebeurt. Maar het enige wat mij houvast bood, dat ik me vastgreep aan Jezus, dat ik zeg, Heere, u bent mijn houvast. U bent overwinnaar. Wat de boze dan ook doet, ik weet het niet. Het zal ook wel.
Maar ik volg u. Ik hou u vast. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dat is wat ik dag aan dag ervaar. En als ik weer die strijd heb van negativiteit, van weemoedigheid, van alle kracht wat uitgezogen wordt. Als ik ga discussiëren in mijn hoofd van waarom, waarom. Ik kom daar niet mee uit. Ik zeg, Heere, hier zijn ze. En ik hou me vast in Jezus. En de vrede van God, die vult dan mijn hart. En dan weet ik, daar moet ik zijn. En laat dat voor ons allen een waardevolle les zijn. Een mooie tekst waar ik mee wil afsluiten, Jeremia 17. Vers 7 en 8. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. En hier zie je die tegenstelling, hè? Een jaar van droogte en groene bladeren. Maar het is mogelijk bij de Heer. Dat je je wortels uitstrekt naar die waterbronnen van Jezus Christus. Hij is overwinnaar. En hij zal voor eeuwig zegevieren. Die boze is verslagen. Die wordt met een haak door zijn neus afgevoerd. En Jezus is de eeuwige bron. Gezegend is de man, is de vrouw. Die op de Heere vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heere is. Amen.